Gefeliciteerd met de bronzen medaille. Ja, een beetje een bittere bronzen medaille. Maar ja, we hadden het anders ook niet, want die nummer 1 en 2, we hadden geen plekje meer kunnen stijgen. Maar hoe de medalrace ging, ja, is wel teleurstellend dat je het gelijk bij de start al weggeeft eigenlijk. Ja, want wat gebeurde er tijdens de medalrace? Nou, we hadden een heel goede start. De Japanse boven ons moest meteen voor ons wegklappen. We hadden een mooie lane. En de start is een goede start en je initiatief kunnen nemen is heel belangrijk in de medalrace hier. Omdat je gewoon als eerste op een kant wil zijn. Toen werden wij in één keer gevlagd en wij keken naar elkaar van nou, is dit voor ons en waarom dan? En we waren volledig verbaasd en dachten eigenlijk toen dan van nou, die hebben niet gezien dat er een pompvlag in hing, de jury. En we begonnen ook nog aan onszelf te twijfelen, hing die er dan wel in, die pompvlag? Maar hij hing er echt in en ja, we denken dat de jury een fout heeft gemaakt in die beslissing. En dat heeft ons wel, dan is meteen, ben je uit je ritme, kom je niet meer als eerste aan de kant, kan je nooit meer initiatief nemen. Jullie kwamen achter in het veld boven. Jullie hebben nog wel naar voren weten te vechten. Het ging een beetje af en aan. Wat denk je dan tijdens zo'n race? Nou, we dachten in het begin inderdaad wel van we zoeken een zijkant op. En we proberen dan weer aansluiting te vinden bij de groep. Maar ja, dan kom je bij de eerste bovenboei toch al redelijk achter de rest boven. Konden we nog wel iets inlopen. Ja, en dan, maar je loopt eigenlijk gewoon constant, ben je de laatste aan een kant omdat je de achterste boot bent. En kwamen we niet lekker in ons ritme. En ja, dan ga je nog wat risicootjes nemen en dan komt het helemaal niet meer goed. Nou ja, je schakelt op een gegeven moment wel over, oké, we willen wel op het podium eindigen. Ja. Dus waar liggen de Brazilianen, waar liggen de Israëliërs? We kwamen op de downwind nog die Brazilianen tegen. Nou, die kan je dan mooi in een hoek varen, zodat zij ook lekker achterin blijven. En dat zijn dingen die je dan nog wel kan doen. Dus je moet wel onmiddellijk schakelen naar, hè, wat kan ik nog? En dan ga je gewoon voor die derde plek veiligstellen. Toch een medaille, gefeliciteerd. Jullie zijn weer terug bij de top. Ja, wel, het begon een beetje roestig het begin van dit evenement en daar hebben we de puntjes laten liggen. Einde van het evenement hebben we heel constant en netjes gevaren. Maar genoeg dingen om aan te werken nog en ja, met dat idee dat je dan al derde bent, op zich heel tevreden. Op naar Perth. Ja, zeker, op naar Perth. Erg veel zin in de komende maanden om daar naartoe te werken, ja. Train ze, succes, zie jullie daar. Dank je. Dank je.